Vanuit het zilveren gries van de avond vaart de boot tot halverwege de rivier. In haar zomerjurk vol blauwe bloem, daar als de vlinders op te zetten gaan, zwaait ze naar me, lacht ze naar me, zonder dat ze me bij naam noemt. Kom toch hier, naar deze kant, waar alles snistert van de zinnen, waar alles onder mijn haan weer tot leven komt. Ik kom bij u. Kom. Ik kom bij u. Ik wacht al zo lang. En ik neem u met naar de andere kant van het water. Kom. Kom bij mij aan boord. Ja, zo is het goed, jongens. Maar waar ging dit nou eigenlijk al je door? Ging het over, zeg je? Ja. Weet je dat niet? Ja. De doden en de levenden. Dit is de kant van de levenden, dit is de kant van de doden. En hij vaart dus tussen... Nou, misschien moet Albert maar heen. Hij vaart dus tussen het... En hij wil mij meenemen naar het dodenrijk. Waarom? Ze is dood. Oh ja. En in de Griekse mythologie is Charon de veerman... die de mensen die wegreikt waren overzet over de rivier, de Styx. Dat is het verhaal. En waarom hebben we dit nou hier opgevoerd? Ja, dat hebben wij opdracht toegekregen. Dat hebben wij ook niet bedacht. Maar dit is dus de start in feite van het grote poëziefestival... wat hier in de Rotterdam gemeente gehouden wordt... komende weekenden. Wij doen vrijdag soms mee. Ja. Allebei. Waar schreef je hem dan gedichten over? Waar schreef je gedichten over? Erotische gedichten. Een armij lustig, pruuf, slurp de druppels uit mijn zuute holtes. Kom en drief in mijn doorzichtig lichaam. Kom bij mij. Ik zie het al. Je rilt, je langert, je zwiegt. En is het nou dreig, mijn gedicht schreef? Ja, dat vind ik wel. Ja, maar heel soms heb ik wel eens dat het... Dat het zo in één keer ja, gaat. En dat zijn vaak de beste ja, ook. Die dus maar, in één keer zo... Ja, ja. Je hebt al wat in je hoofd natuurlijk. Ja, ja. En sommigen die kan je in één keer opschrijven. Ja. Dat is vaak... Ja. Maar dan sta je touwwasking en dan komt er opeens een erotisch gedicht de Minta. Nou, dat kan. Het kan, zou kunnen. Dichters die hebben altijd zo'n romantisch en meeslepend leven. Dat klopt toch wel. Dat zie je. Dat zie je wel. Ja, ja. Dat hebben wij ook. Wie beleeft dit? Nou. Ja. Voor die gedichten van mij moet je ook altijd research doen. Hè? Dan heb je natuurlijk waarschijnlijk wat minder misschien. Maar goed, ik vind altijd, zeker altijd wel met een boekje van minnenzinnen. Die erotische wat ik met Delia schreef. Ja. Dan moet je altijd research doen. Ja. En anders kun je daar eens over schrijven. Dus nee. Dat moet je overal natuurlijk. Ja. Pik je wat op. Hé, Johan? Ja, ik vind het ook. Ja, nou, zo is het. Ja. Heel dus plezierige research is dat. Ja, dat bedoel ik. Ja, het is een mooie research. He, zo, als we optreden, dan kon nog eens in kleedkamers en zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is jouw kleedkamer, hè? Ja, dat daar kun je van alles bij voorstellen. Ja, nog ja niet. Absoluut. Ja, dat bedoel ik. Iedereen kan zo binnenlopen nou, hier. Dat bedoel ik. Om bijvoorbeeld de zendermicrofoon op te spelen. Ja. Met zenders? Ja. Oh, dan kun je zo weer een erotisch gedicht ja schrijven. Nou, over jou misschien wel. Ja, wie weet. Nou, doe maar. Wat hoor je nog meer? Ja. Goeiedag. Wat ben je aan, man? Ik ben hier aan het vijen. De bladje is aan het vijen. En als je dan zo bezig bent, wat denk je dan aan? Nou, ik dacht er ook daar visite krijg. Ik denk dat zeker dat ik krijg in de bladjes aan het vijen. Oh ja. Je ziet alles er even kreeg voor. Ja, daarom. Dat maakt hè. En waar komt het dan? Een squashuster van mij. Gezellig. Ja, heel gezellig. Ja? Ja. Maar ja, we zijn dus een beetje warm, maar een beetje in het kaartje op. Ja. Ik zie maar dat is hier warm, jongen. Maar mijn man is... Dus... Wat jongens? Goeie, wij zijn van hier, van Omroep Friesland. Omroep Friesland? Ja. Hebben we nog te horen, van de visite? Nee, ik wie is van de visite? Nee. Hoe ken dat nou? Hé? Hoe ken dat nou? Ja, hoe ken dat nou? Zeg je daarvoor? Ik ben even te warm, jongen. Dus dan heb ik hier nog een visite? Nee. De vrouw die is wel wat horen, zeg ik met je. Aha.
Dus je vrouw zit straks te kletsen en dan zit hij ook, wat doe je ook nog? Nee, ik pak een fiets even en ik ga even voor toffen straks. Even een slagje goed vingen hebben, hè? Ik stuur wel een wetskipje. Aha, ik met je wel in een wetskip. Zijn jou in een klusje voor hem? Ja, natuurlijk. Zet over dat wat, hè? Ja. Moet hij altijd een beetje verpissen als hij mij gezien heeft. Het werk is dienlijk, viel me vrij. Met zo'n aardij, nog lang is hij mij. Hey, hey, hey. Een hele kerij. Wat een mooi biertje. Waar is de stem, hoe stoot ons? Met zaas net hier, nog wat veel en noemt. Hey, hey, wat een hele kerij. Dan had je dat niet moeten doen. Linsen om aan praten, want ik vind die afza Chris. Haast de tiende gaten, een domme eeuw is domme bij de boest. De kist hier in de viel die vrij, zo'n uitdijk, de laag is voor mij. Een heerlijke dijk.